Ja, goedenavond allemaal. Welkom bij de online voorlichting van Artcode, Art Communication and Design. Ja, mijn naam is Alisa. En ik ben Bram. En wij zijn samen Studio Vote. Wij hebben ook Artcode gestudeerd. Dus we kunnen ook heel veel vragen voor jullie beantwoorden. En nu hebben we ons eigen bedrijf, Studio Vote. Dus je kunt ons volgen op Instagram. En hier is nog een alumnus. Hi, ik ben Frans. Ik ben net afgelopen jaar afgestudeerd. Ik hoop het vragen beantwoorden voor jullie. Yes. Nogmaals, leuk dat je aan het kijken bent en dat je interesse hebt in de opleiding. Ja, het wordt een leuke avond. We hebben naast de alumnus ook twee studenten. Die gaan straks nog een en ander vertellen ook over het studentenleven en hoe ze Artcode ervaren. Maar nu eerst zullen we even starten met een presentatie over de opleiding. Ja, mocht je al vragen hebben, stuur het alvast in de chat. Ja, die vragen die worden ook ondertussen al beantwoord en ja, eventueel daarna hebben we ook nog tijd om onze voluit te beantwoorden. Dus ja, stel zoveel als je wilt. Daar is deze avond natuurlijk voor. Dus we gaan beginnen. Ja, jullie zijn dus geïnteresseerd in Artcode. En het staat eigenlijk, is het een afkorting voor Art, Communication and Design. En in het Nederlands is dat kunst, communicatie en ontwerp. Dus eigenlijk al deze aspecten, die ga jij hier leren tijdens de opleiding. En de nadruk ligt vooral ook op de communicatie van een ontwerp. Dus daar gaan we nu even over praten. Je wordt opgeleid tot experience designer, allround ontwerper. Dat betekent eigenlijk dat jij leert hoe belevingen tot stand komen. Dus je kunt heel erg leren van om een stoel te maken, heel functioneel, of je kunt iets anders maken. Maar hier word je echt opgeleid op het idee achter de stoel. Dus je gaat hier misschien ook een stoel maken, of een ander ontwerp, of een poster, of een film. Maar hier ga je echt die verdieping in. Wat was nou die psychologie erachter? Wat is nou het idee achter het ontwerp? Ja, dus we gaan samen echt hier ontdekken, in de VIA dat je hier komt studeren, ja, alles wat achter een ontwerp zit, en zodat jij een goed ontwerper gaat worden. Of kunstenaar. Je leert een beleving transformeren tot relevant ontworpen ervaringen door te werken in verschillende media. Kun je denken aan fotografie, grafisch ontwerp, ambachtelijke technieken, animeren, ook heel vet. Ja, film. Ook, en nog veel meer. Ik laat zo meteen nog wel zien wat jullie allemaal gaan doen hier. In je ontwerp hou je je bezig met de interactie met je publiek en omgeving, middels vakken als ook gedragswetenschappen. Dus ook psychologie, zeg maar, van hoe mensen denken. Designtheorie krijg je. En verdieping in jouw ontwerpen. En je leert ook multidisciplinair werken, eigenlijk. Dus overkoepelend. En hier zie je ook een werk van iemand die ging snorkelen, eigenlijk. En die vond de ervaring van die lichtgevende vissen daar zo bijzonder, dat ze eigenlijk een lampenserie heeft gemaakt, waar je eigenlijk doorheen kan lopen en die ook reageert op jouw aanwezigheid. Dus je ziet ook hoe een ervaring eigenlijk letterlijk is omgezet tot een echt vet ontwerp. Ja, voor wie is de opleiding? Nou, hier zie je wat kernaspecten wel die belangrijk zijn voor jou om hier te gaan studeren. Nou, je moet interesse hebben in vormgeving. Ik denk dat jullie dat allemaal hebben. Enthousiasme is ook heel fijn als je heel enthousiast bent. Je houdt van creatief bezig zijn. Je wil de designwereld leren kennen. Je wil je ook ontwikkelen in meer dan één discipline. Ja, zoals je net ook al zag, fotografie, film, animatie, je krijgt veel meer dingen. Je bent ook kritisch over de wereld. Je kunt je dus ook echt
afzetten of je bent ook bezig met de wereld, wat je ook meeneemt in jouw ontwerpen. Verdieping in concept en ervaring van een ontwerp. En nieuwsgierigheid is ook heel belangrijk. Nieuwsgierigheid is ook een motor als ontwerper. Als je nieuwsgierig bent, wil je gaan ontdekken, wil je ook met dingen bezig zijn. Dus als je deze dingen bezit, ben je van harte welkom. Nou, je ziet ook wat mooie verschillende. Je ziet ook hoe verschillend het is als je hier gaat studeren. Dat je ook dat je echt ontwerper wordt, ook persoonlijk wordt opgeleid. Daar kunnen ze ook wat meer over vertellen. Maar dat je ook echt je eigen richting gaat ontdekken en ontwikkelen. Misschien kan ik over. Linksonder is wel vet. Daar heeft iemand echt van compost, van eigenlijk afvalmateriaal, kleding gemaakt. Dus dat is ook echt een vet werk. Maar je ziet ook dat mensen bijvoorbeeld grafisch bezig zijn of met keramiek. Dus, hoe ziet de studie eruit? Nou, kort gezegd een overzicht. Eigenlijk het eerste jaar, zoals je ziet, staan er daar heel veel dingetjes. Het eerste jaar is echt, ga je eigenlijk alle ontwerpprincipes of disciplines die er zijn, ga je eigenlijk ontdekken. In allerlei cursussen en lessen. Kort grafisch ontwerp, ruimtelijk ontwerp, film, fotografie. Keramiek, textiel, al die dingen, die ga je ontdekken. En alle docenten die hier zijn, dat is ook wel leuk, die zijn allemaal ook ervaren en professioneel op het vak van bijvoorbeeld grafisch ontwerp. Het zijn dus ook echt grafisch ontwerpers die jouw les gaan geven of mensen die in de filmwereld werken. Dus het zijn niet alleen docenten, het zijn echt vakmensen. Dat is ook heel gaaf. En dan zie je eigenlijk naarmate de jaren vorderen, dat je richting studio's gaat, waarin je eigenlijk al die geleerde disciplines, al die geleerde dingen, waarin jij keus gaat maken welke richting jij eigenlijk op wil. Dan wil je veel meer met film en fotografie doen, of meer met grafisch ontwerp en textiel zou kunnen bijvoorbeeld. En dan ga je eigenlijk dat veel meer ontwikkelen. En dan ga je dat ook uiten in die studio's, projecten eigenlijk. En uiteindelijk heb je het vierde jaar en dan ga je een half jaar stage lopen bij een bedrijf. Je gaat ook al vaker wel kleine stage lopen om te ontdekken wat jij wil. Maar dan heb je een half jaar de tijd om echt ergens op een vette plek of bij een gave ontwerper stage te lopen. En dan ga je een half jaar afstuderen. En dat is ook een hele leuke tijd. En hier zie je Frem Keurpen, dat is wel ook wel gaaf. Dat is een evenement. En hier zie je, dat gaan jullie ook allemaal doen als jullie hier gaan studeren. Een evenement eigenlijk organiseren. En wat je hier ziet is wel leuk. Sommige studenten die gaan dus de kleding maken. Want er zijn ook dansers daar. Er zijn projecties daar. Er moet promotie gedaan worden voor het evenement. Dus hier zie je eigenlijk dat alle aspecten van ontwerp. Er zijn natuurlijk fotografen, films worden gemaakt. Eigenlijk al die aspecten komen terug bij zo'n event. En daarom is dat ook zo gaaf. En dan mag jij dus ook zelf zeggen van nou, ik wil eigenlijk die kleding wel maken voor die designers. Of ik wil echt nadenken over het, de choreografie of zo. Of ik wil echt die visuals gaan doen. Ik wil VJ zijn die avond. Dus hier zie je dat alles terugkomt. Dat is wel vet. Dat is ook een project dat jullie gaan doen. Ja, nou, hier kun je dus afstudeerwerk van mij. Mijn afstudeerwerk ging over de communicatie met onbekende mensen. Mijn beleving leek dat soort van te verdwijnen. Nou, ik ben inmiddels een paar jaar geleden afgestudeerd. Maar je ziet dat nu eigenlijk hedendaags nog steeds dat een toch wel een ding is. Dat we niet zo snel meer met een onbekend persoon praten. Dus ik heb hiervoor outfits ontworpen die eigenlijk een soort interactie tot stand brengen. Nou, de eerste is een bellenblaas outfit. De tweede een krijtbordjas. En de laatste is een... een plu-outfit waar je dus onder kan schuilen. En eigenlijk door middel van die interactie aan te gaan met een onbekend persoon, wordt die drempel eigenlijk verlaagd en kom je makkelijker met iemand in contact. Dus daaronder staat een link. Ik heb een filmpje gemaakt waarin je ook ziet hoe mensen daarop reageren. Het is best wel tof hoe mensen zo erop op reageren en dat het ook echt werkt. Soon to meet you. Dus mocht je benieuwd zijn. Dan afgestudeerd en dan. Kun je daar iets over vertellen? Ja, wat kun je doen als je bent afgestudeerd? Nou, je ziet eigenlijk twee dingen die terugkomen. Mensen gaan ergens werken in het werkveld. Of mensen worden zelfstandigen. Beginnen zelf, worden eigenlijk ondernemer, zeg maar. Die keuze heb je. Je kunt denken aan waar je kan werken, bijvoorbeeld ruimtelijke bureaus. Dus richting architectuur of interieur wat je kan gaan doen.
grafische bureaus. Zie ook veel studenten die dus echt bij een grafisch bureau gaan werken. Ruimtelijke afdeling kan ook. Designstudio's voor interactief en bewegend beeld. Je kunt ook als zelfstandige werken bij musea, theater of bij de gemeente bijvoorbeeld. Dat zou ook kunnen. Je hebt ook tijdens de opleiding geëxperimenteerd met verschillende rollen. Als bijvoorbeeld regisseur, art director, ontwerper of curator. Dus ook die richting zou je op kunnen. Dus bijvoorbeeld bij een grote filmset of als je die richting op wil. Daar kun je ook al ervaring bij opdoen dat je die richting op gaat. Je hebt interdisciplinaire internationale kennis vergaard. Nou, dat is als je hier op school komt, is een super bijzondere school. Want eigenlijk alle vakken die hier zijn, alle lessen die worden gegeven, bijvoorbeeld dans, en het zijn allemaal kunstvakken. En ook heel veel internationale studenten zijn hier ook. Dus er zijn ook heel veel overkoepelende projecten en dingen waar je samenkomt. Samen projecten gaat doen, ook heel goed voor je netwerk. Dus dat is een plusje hier als je hier komt studeren, dat je ook een hele vette school hebt. De FHK. En je kunt aan de slag bij het ontwerpen van objecten, exposities, interactieve decors bij theater, muziek of dansproductie bijvoorbeeld. Of je kunt denken aan conferenties of workshops, et cetera, et cetera. Ja, Artcode. Wat kenmerkt nou Artcode als je hier gaat studeren? Wat ik al zei, wat wij allemaal denk ik wel als heel positief ervaren, is als je hier komt studeren dat alle docenten uit het werkveld komen. Dus je hebt niet alleen een docent die er theoretische kennis van heeft, maar het zijn mensen echt in de wereld zijn bezig en die gaan jou ook helpen. Een zeer betrokken docententeam ook. Je wordt natuurlijk persoonlijk opgeleid, want jij gaat een eigen richting op die jij zelf interessant vindt. En daar gaan ze jou dus ook helemaal in begeleiden. Dus eerst zijn docenten en gaan ze jou leren bijvoorbeeld wat is grafisch ontwerp, wat is dit. Hoe doe je nou goed naaien bijvoorbeeld. En daarna worden ze een soort coach en gaan ze jou helemaal begeleiden. Een positieve inclusieve sfeer. Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, eigen inbreng en keuzes. Een breed assortiment aan designmedia. Zodat jij als ontwerper in spe kan ontdekken en groeien waar jouw interesses liggen. En heel veel ruimte voor samenwerken. Maar als je zegt van ik ben heel erg individueel, ik wil mijn eigen dingen doen, is daar ook gewoon de mogelijkheid voor. Dus die keuze ligt ook bij jou. Of je heel veel in projecten samen wil werken of juist individueel bezig wil zijn. Dus En dan iets over de toelating. Als je Artcode wilt gaan doen, dan betekent het dat je ook een toelating moet doen. En mocht je daar interesse in hebben, dan kan je ook even naar de website toe. En daar staat ook een kopje over de toelatingsdag, ook hoe je moet aanmelden. Wat de thuisopdracht is, noem het maar op. Tijdens zo'n toelatingsdag laat je eigenlijk je portfolio zien. Dus je laat eigenlijk zien wat jij al kan, waar je al interesse in hebt, wat jij dus buiten school al hebt geleerd of waar je in verdiept. En je krijgt een thuisopdracht. Dus die werk je ook uit en die neem je dan ook mee tijdens zo'n toelatingsdag. En op de dag zelf krijg je ook nog een dagopdracht. En eigenlijk is het zo dat je in een ruimte zit met elkaar en af en toe wordt er iemand eruit gehaald en die heeft dan een kort gesprek met de docenten die aanwezig zijn. Daarin vertel je eigenlijk over wat je hebt meegenomen, wat jouw opdrachten waren en je vertelt dus over je motivatie. En uiteindelijk krijg je te horen of je wel of niet toegelaten bent. Hier hebben we nog een aantal tips om op te vallen, speciaal voor jullie. En mocht je nog hier meer over willen weten, dan hebben wij ook nog online toelatingsvoorlichtingavonden. Die zijn vanaf december al online te volgen. En daarin gaan we echt uitgebreid in op alle vragen en ook gewoon over het portfolio van wat houdt dat allemaal in en we geven hier gewoon extra tips en tricks. Dus mocht je hier ook interesse in hebben, ga dan naar de website. Die zal ook in de chat zal die wel gedeeld worden. En dan kan je alvast voor aanmelden. Daarnaast hebben wij ook nog de vooropleiding van Artcode.
Ja, deze start altijd in september of in januari. En het zijn 15 zaterdagen waarin je eigenlijk hier naar de academie komt en je bouwt je eigen complete portfolio op. Dus je krijgt ook praktijklessen en workshops en alles bij elkaar vormt ook een soort van je portfolio. Je maakt kennis met verschillende creatieve werkwijzen, je leert materialen kennen, technieken. Je leert een creatief proces op te bouwen. Dat is vaak ook best wel lastig, zeg maar. Dat leer je ook pas eigenlijk als je gaat studeren. Dan leer je ook echt gewoon hoe zo'n proces in elkaar zit als je een opdracht krijgt. Maar tijdens zo'n vooropleiding leer je daar al mee. Dan leer je dat al kennen. En daarnaast krijg je ook gewoon een goed voorbeeld van, goed beeld van wat de opleiding inhoudt. En je kan eigenlijk al een beetje proeven van hoe is het om hier te studeren. Uiteindelijk onderzoeken we of er een match is tussen jou en de opleiding. Hier zie je ook een voorbeeld. Uiteindelijk zul je na die 15 zaterdagen ook een presentatie geven van alles wat je hebt gemaakt tijdens de vooropleiding. En dat is ook het moment dat jij wel of niet toegelaten wordt tot de opleiding. Het fijne hiervan is dat je eigenlijk ook... Je krijgt al praktijklessen, workshops, ook theorielessen. En de docenten die jou begeleiden, die kunnen al ook een beetje al inschatten of jij een geschikte student bent. Maar ook voor jezelf is het ook gewoon een fijn moment om te kijken van past deze opleiding echt bij jou? Dus mocht je ook hier interesse in hebben, dan kan je ook aanmelden via de website. Dat is ook een aparte website, die zal ook in de chat even gedeeld worden. Het is eigenlijk een mini-outcode. Yeah, en dat is heel leuk. En als je die gaat doen, hoef je dus niet nog apart een toelating te doen. Dus je gaat gewoon dit traject doen. En uiteindelijk kun je dan gewoon toegelaten worden. Dus dat is echt heel fijn. Yes. Dan is het over de open dag. Misschien weet je het al, aanstaande zondag organiseren wij een open dag. Waarin je naar de academie toe kan komen. Er zullen docenten zijn, studenten, alumni en volop werk te zien van wat alle studenten hebben gemaakt. En daarnaast kan je ook een beetje sfeer proeven. Hoe is het nou om hier op de academie te zijn? En je kan ook voor al je vragen natuurlijk hier terecht. Dus mocht je nog niet hebben aangemeld, ga dan ook even naar de website. En daarnaast organiseren we ook proefstudeerdagen. Die zijn ook vanaf november zijn die al te bezoeken. Dit kan je ook allemaal vinden op de website. En dit is eigenlijk een leuke dag om ook te ontdekken hoe de sfeer is op de school. En hoe je krijgt ook een net iets meer aandacht eigenlijk ook. En meld je daar op tijd voor aan hoor, die proefstudeerdagen. En dan hebben we nog Instagram. We zijn daar best wel actief op. Eén is van Artcode zelf van de opleiding. En ook voor de vooropleiding hebben we ook een Instagram. Dus leuk om even te volgen. Dan zie je ook creatief werk voorbij komen en meer info. Dus vergeet niet om ons te volgen. Dan zijn we aan het einde gekomen van onze presentatie. Mocht je hierover vragen hebben, vergeet het niet om in de chat te stellen en dan komen wij daar straks op terug. Dan gaan we nu over naar de alumnus en de studenten. Dan dank jullie wel in ieder geval voor de aandacht. Dan kunnen jullie nu vragen stellen. Ja, ik zal even voorstellen. Mijn naam is Frans. Ik had al begin voorgesteld. Ik ben net afgelopen jaar afgestudeerd bij Artcode. En dit zijn de huidige studenten van nu. Ja, ik ben Floor. Ik ben nu tweedejaars Artcode. En, ik ben Max en ik ben op dit moment derdejaars Artcode. We zullen vragen aan jullie. Wat is van jullie het leukste moment wat je tot nu hebt meegemaakt op de FHK? Voor mijzelf, ik vond Fremdkörper echt een super vet project. Bram vertelde net al iets over.
Ja, daarin hebben we samengewerkt met dansers uit het vierde jaar en muzikanten uit wat lagere jaren en heel Artcode jaar 1. En dat was een super vet project, omdat eigenlijk aan het begin van het project dachten we met z'n allen, hoe kunnen wij dit als eerstejaars met z'n allen voor elkaar krijgen. Maar ja, gaandeweg merk je dat je capabeler bent dan je denkt en dat je eigenlijk ja, super vet iets neer kan zetten met z'n allen en eigenlijk een hele leuke avond voor mensen kan verzorgen. En je leert ook meteen mensen kennen van andere studies, wat ook gewoon voor je netwerk heel fijn is. En ja, het is echt een heel leuk project en een hele leuke avond geweest. Ja, dat sluit ik me zeker bij aan. FriendCurb is inderdaad echt een heel leuk project hier binnen de studie. Daarnaast zijn er ook echt nog zoveel andere grote dingen. Een ander hoogtepunt moet ik ook zeggen is een buitenlandreis die we gemaakt hebben naar Duitsland. Ook omdat je gewoon in een andere omgeving, ook met dezelfde studenten, ook gewoon heel ander, op een andere manier kennis maakt met het project waar je mee bezig bent. Verder, Art Meets Art weken hebben we natuurlijk ook een moment waarbij je met andere, studies in aanraking komt. Ja, daarnaast, het zijn gewoon zoveel dingen, goede projecten die we gehad hebben, waarbij je echt in kennismaking komt met wat je nou echt interessant vindt. Ja, het is gewoon een opstapeling bij mij eigenlijk. Zo, ik vind vooral die samenwerking met andere opleidingen ook heel tof om mee te maken op school nu hier zo. Ja, ik denk dat het wel echt een goed punt is van de FHK, dat naast de FriendCurb en de dingen die jij noemt, heb je ook themaweken, waardoor je dus eigenlijk een soort van al wordt geholpen in je netwerken, omdat het zo belangrijk is binnen ons vak, denk ik dat dat wel is wat FHK mooi maakt, denk ik. Is er een punt voor jou, wat mooiste moment? Misschien niet specifiek een mooi moment, maar wat ik wel fijn vind aan Artcode zelf, de opleiding, is dat je heel vrij wordt gelaten in je keuze van wat je wilt gaan doen. Dus het eerste heb je zeg maar een soort van algemeen jaar waar je alles een beetje krijgt. En daarna ga je pas echt specifiek kiezen van oké, ik vind dit tof en ik vind dat tof. En daar wil ik me op specialiseren, zeg maar. Dat vind ik wel hetgene wat heel interessant is. Van normaal als ik kies een opleiding, dan krijg je specifiek een opleiding, bijvoorbeeld ik zeg maar iets illustratie. Daarnaast ga je bijvoorbeeld niet ruimtelijk te werken of minder. En deze opleiding krijg je juist de mogelijkheid om ook te gaan kijken bij metaal of bij keramiek of bij grafiek. Gewoon meerdere dingen kan proberen te ontdekken. Dat vind ik heel tof, een opleiding. Dat was één vraag in de chat over wat ik nu doe, nu ik afgestudeerd ben. Ik zal sowieso een verhaaltje doen, een beetje hoe mijn studie een beetje gedaan is. Ik ben eigenlijk hier naar school toegekomen om toch wel die illustratiekant op te gaan. Ik heb eigenlijk heel mijn leven lang veel getekend. En tijdens mijn studie heb ik de keuze gemaakt om richting tatoeëren te gaan. Dat is ook hetgeen wat ik nu dus doe. Ik werk nu bij een tattoo shop, ook weer als leerling. Again. Maar, ik heb bijvoorbeeld voor mijn afstudeerproject heb ik de beeldtaal van tatoeages vertaald naar ruimtelijk met keramiek. Dus ik ben eigenlijk begonnen met te tekenen en afgestudeerd met keramiek. En dat was eigenlijk niet iets wat ik van tevoren had verwacht. Ik had in het tweede jaar bijvoorbeeld helemaal niet zoveel met keramiek. En nu na mijn afstudeerproject heb ik ondervonden dat ik het juist heel tof vind en dat ik daar mee door wil gaan. Dus ik doe dat tatoeëren dan nu en daarnaast heb ik nog een soort van mijn eigen makerschap probeer ik meerdere dingen te combineren met het tatoeëren. Dus dat kunnen zijn met keramiek of kunnen illustraties zijn voor bedrijven of voor festivals of evenementen of whatever. Dus ik heb zeg maar, die beeldtaal van mij is een soort van staat centraal en daarbuiten probeer ik allemaal dingen te bedenken hoe ik dat kan koppelen en daar weer dingen mee kan uitwerken. Wordt een beetje duidelijk de vraag beantwoord. Ja, cool. Wat is voor jullie? Waarom hebben jullie Artcode gekozen? Waarom jullie deze opleiding volgen? Ja, ik heb hiervoor een opleiding op het mbo gedaan tot meubelmaker. Ja. En daarbij ontdekte dat ik vooral het vormgeven heel leuk vond. Dus daarmee verder gaan kijken en uiteindelijk hier terecht gekomen. Waarbij je eigenlijk zoveel verschillende manieren met vormgeving in aanraking komt. Ja. Dus eigenlijk ook helemaal opnieuw dat helemaal op gaan bouwen. En dat is eigenlijk best een hele goede match geweest. Ik ben eigenlijk ook weer helemaal nu een andere kant op gegaan. En ja, wel vooral het fysieke deel wat ik nog wel heel interessant vind. Maar je krijgt ook zoveel andere extra dingen erbij. En
Het is vooral het volledige pakket waarvoor ik voor deze studie gekozen ben. Ja. Cool. Ja, ik ben eigenlijk op een beetje een onconventionele manier binnengekomen. Ik kom juist vanaf de Unie. Ik heb eerst industrial design gedaan aan de TU in Eindhoven. En ik merkte dat ik dat, ondanks dat het een super, toch nog best wel praktische studie is voor de TU, is het nog steeds heel erg praktijkgericht en word je niet zo vrijgelaten in wat je wil. En ik vond fotografie en grafisch design heel erg vet en dat kon, ja, ik leerde daar geen onderbouwing voor in mijn studie. Ik had daar geen achtergrond in en ik kon me daar eigenlijk in mijn projecten ook niet goed in ontwikkelen. Dat had ik echt, moet ik dan echt in mijn eigen tijd doen. Dus toen was ik op zoek naar een studie waar ik eigenlijk dus of grafisch design of fotografie kon doen. En zoals Frans zei, kom je dan uit op heel veel studies die precies één richting in gaan. Maar omdat ik ook nog heel veel dingen niet had ontdekt en eigenlijk ook fotografie en grafisch design misschien wilde combineren, leek het me dus, kwam ik op Artcode uit, wat dus een hele brede studie is. En nu ben ik achter nog veel meer dingen gekomen die ik eigenlijk super vet vind. Die ik eigenlijk anders op een andere opleiding misschien helemaal niet had ontdekt. Tof. Is een vraag uit de chat ook voor jou? Ja. Kan je het lezen? Kan je wat meer vertellen over jouw project? Rondom school sociale veiligheid. Oh, ja. Nou, ik heb toevallig vanuit Fremdkörper, toen heb ik een kroonluchter ontworpen. Samen met Lars uit mijn klas. En deze viel zo goed in de smaak. Ze zagen dat ik ruimtelijk inzicht had. Dus toen ben ik gevraagd door Alan, die bij ons op de studie een grote rol speelt. Of ik voor een project voor de sociale veiligheid op school aan de slag wil. Nou, dat vind ik dus nog mooi aan FHK, dat je ook dus meteen al meegenomen wordt in dat soort projecten. Dus ik ben nu bezig met iets ontwerpen, een ruimtelijk iets om, er komt een QR-code en die QR-code leidt eigenlijk naar een plek waar mensen hulp kunnen vinden. En dat gaat niet alleen voor studenten, maar dat geldt ook voor medewerkers. En nu is dat allemaal heel moeilijk te vinden. En we zijn eigenlijk bezig met een manier om dat duidelijk te maken in onze school. Dus ik ben bezig met een helpende hand te maken die dus fysiek die QR-code vast heeft. Zodat mensen daar eigenlijk dan kunnen scannen om vervolgens hulp te zoeken. Hoe is de sfeer bij jullie in de klas? Hoe ver hebben jullie klasgenoten? Ja, de sfeer bij mij in de klas was heel erg goed. We zijn natuurlijk een beetje op een rare manier begonnen, want ik ben in de coronaperiode gestart. Maar we zijn wel vrij snel, juist daarom denk ik, er van elkaar toe gegroeid. Het zijn echt wel klasgenoten dat als je ergens mee zit, je kan elkaar helpen. En we ondersteunen elkaar, vooral ook als je met groepprojecten bezig bent. Je helpt wel echt elkaar. En zelfs buiten de school dat je elkaar echt wel opzoekt. Dus nee, ik ervaar de sfeer echt wel heel goed. Over jou? We hebben nog niet. Ja, wij hadden twee klassen vorig jaar. En die zijn nu pas een beetje gaan mengen. Maar de sfeer is sowieso heel goed. En ik merk nu de klassen gaan mengen dat dat ook een hele leuke sfeer geeft. En wij zijn dus niet begonnen in coronatijd. We hebben elkaar wel echt een tijdje ook online, maar ook veel elkaar al gezien. En we gaan zelfs uit eten met elkaar. En dat is super gezellig. Ook buiten school spreek je ook met elkaar. Dat ja, ook, wel zeker. Af. Hoe groot zijn jullie klassen? Hoeveel leerlingen zitten in de klas? Wij zijn nu met 30. Ja, ik denk wij al met iets minder misschien. Ik denk dat wij met ondertussen 28... Mensen afgehaakt. Ja, er zijn wat mensen afgehaakt bij ons. En waarom zou je de Artcode, waarom zou je die aanraden aan andere mensen? Wat maakt het dat je zegt, oké, Artcode is het voor mij? Ik denk dat we dan toch ook weer uitkomen bij dat waar we het net over hadden, dat het gewoon zo breed is. Je leert gewoon zoveel verschillende dingen, waardoor je ook echt precies dat kan gaan doen wat jij wil. Want we zitten inderdaad met 30, maar iedereen doet echt zijn eigen ding. Het zijn niet twee die dezelfde onderwerpen of dezelfde manier van werken hebben eigenlijk. Dus je kan echt volledig jezelf ontwikkelen binnen de studie. We hebben nu gemerkt dat de opleiding heel erg praktijkgericht is, maar dat is theorievakken. Wat voor dingen leren we dan, leren jullie tijdens de opleiding? We hebben in het eerste jaar heb je dus
best wel veel vakken, volgens mij 16 vakken, waarvan een aantal theorie zijn. Dus we hebben communicatie, behavioral science, dat is dus de gedragswetenschappen. Daarin leer je echt wat meer de psychologie achter het denken. Maar wordt het ook meteen wel naar de praktijk gebracht. Toegepast. Ja, meteen toegepast op design. Dan hebben we ook nog arts en culture theorie, waarin je eigenlijk dus meer de kunstgeschiedeniskant leert. Volgens mij in het tweede jaar ook meer de kunsttheorie. Of andersom trouwens, denk ik. Nee. Ja, volgens mij in het eerste jaar was puur vooral de theorie. En dan verderop pak je ook steeds meer kunstgeschiedenis erbij. Ja, dat was het. Ja. En dan heb je ook nog designtheorie, waarin je ook weer meer focust op... Ja, dat is eigenlijk een wat breder vak. Daar is het niet verdeeld in kunsttheorie of in theorie en geschiedenis. Daar pak je het eigenlijk samen en daar heb je... Ja, eigenlijk in beide heb je opdrachten ook weer die... Waarin je eigen ontwerpers kiest die je leuk vindt, waarin je dan weer... Die moet je dan weer analyseren, dus daarin... Dat leer ik wel. Ook persoonlijk op jezelf betrokken, zeg maar, ook. Ja, zeker het grootste deel. Wat vind je het leukste theorieles? Interessant misschien? Ik had het niet verwacht, maar arts en culture theorie vind ik echt heel erg... Ja, ik ben zelf, zit ik niet echt aan de kunstige kant, maar toch vind ik dat echt een superleuk vak. Ja. Ja, ik zit zelf inderdaad ook niet aan de kunstige kant, maar dat was wel inderdaad van onze theorielessen de eerste die in me opkwam. Juist omdat dat toen ik met de studie begon niet echt iets was waar ik bekend mee was, maar het juist wel steeds meer mijn comfortzone geworden is. Cool. Er is dan een vraag binnen in de chat gekomen, even lezen hoor. Kijken. Hoe kijk je terug op je studententijd? Ben je blij met je keuze voor Artcode? En heeft het gebracht waar je nu wilt zijn? Heeft gebracht waar je nu wilt zijn, zeker. Want ik mocht mijn stage al doen al bij een tattoo shop. Dezelfde shop waar ik nu nog steeds eigenlijk werk. Dus via mijn stage heb ik eigenlijk, kon ik na mijn afstuderen eigenlijk gelijk gaan werken. Blij met de keuze, ook zeker. Anders had ik misschien alleen maar een illustratieopleiding gevolgd. En nu ben ik toch eigenlijk iets heel anders gaan doen, wat ik ook super interessant vond. Dat was zonder Artcode denk ik niet gelukt. En hoe kijk je terug op je studententijd? Ik heb een superleuke studententijd gehad. Eigenlijk is voorbij gevlogen als ik op terugkijk. Ik weet nog de eerste dag dat ik hier op school zat en nu ben ik alweer klaar. En het toffe is dat ik nu eigenlijk, als ik in de stad een biertje ga drinken of zo, dan kom je heel vaak ook andere studenten tegen van de andere opleidingen die eigenlijk hetzelfde jaar als jou zaten. Zo in het eerste jaar leer je mensen van muziekopleiding kennen of van theater. En nu kom je diezelfde mensen ook tegen wanneer ze afgestudeerd zijn. En ik merk dat je daar nu heel veel baat bij hebt, omdat je ook weer met elkaar kan helpen. Denk je, oh ja, jij was die ontwerper, kan je mij met dit helpen? Of andersom, als je misschien ooit een stuk muziek nodig hebt, kan je dat andersom weer vragen. Oh ja, ik heb daar gewoon hele goede connecties aan overhouden. Nog een vraag hoor. Wonen jullie in Tilburg op Kamers eigenlijk, jullie? Ik woon in Eindhoven op Kamers, want daar ben ik vanuit thuis ben ik daar gaan studeren. Dus ik woon daar nu samen met mijn vriendin, dus ik heb al een hele studententijd al in een studentenhuis daar gewoond. Ja. Dus nu woon ik nog steeds in Eindhoven en reis ik gewoon op en neer. Dat is wat te doen voor je. Ja, want ik stap eigenlijk direct op de trein en ik stap hieruit en je loopt hier dat laatste stuk. Dat is prima te doen. Cool. Jij? Ik zit wel in Tilburg op Kamers. Een beetje net boven het centrum, dus 5 à 10 minuutjes fietsen, dan ben ik op school. En dat gaat me goed af. En wat doe je dan nog in je vrije tijd naast school nog? Ik wil zeggen, er gaat best wel wat tijd zitten in school al zelf. Daarnaast is mijn zaterdag gereserveerd voor werk. En zondag is inderdaad sociaal, een beetje school bijwerken, een beetje uitrusten. En ja, door de week best wel een hoop dingen. Jou? Ja, ik heb een druk leven. Ik werk bij de Ontdekfabriek in Eindhoven. En ik ben ook best wel actief geweest bij de studentenkorfbalvereniging in Eindhoven. En nu bij de studentenvoetbal ben ik ook best wel actief. Ik voetbal gewoon 3 keer in de week en dus zondag gewoon gereserveerd voor de voetbal en in de kantine voor de gezelligheid. Maar daarnaast zit ik ook in commissies bij de voetbal en gaat daar ook tijd naartoe. Denk je dat het nodig is om in de buurt of in Tilburg te wonen voor de opleiding?
maakt het wel makkelijker, denk ik. Want ik kom oorspronkelijk in de buurt van Utrecht vandaan. En dus ik heb de eerste maanden 1,5 uur heen en weer moeten reizen iedere dag. En ik heb nu gewoon wel veel meer vrije tijd nu ik gewoon hier woon. Ja, ik denk dat het de buurt, ik denk dat Eindhoven, er zijn genoeg mensen uit mijn klas die in Eindhoven wonen die ook zeggen ik ga niet per se dichterbij wonen. Omdat ze gewoon die afstand is te doen. Maar ik ken ook mensen die wonen in Limburg en die doen het ook nog iedere dag. Maar die zijn wel rustig op zoek naar een kamer omdat ze toch wel merken dat er gewoon wel veel tijd gaat zitten in het reizen. Ja. En de ene keer kan je wel misschien rustig wat doen in de trein. Maar aangezien we ook veel praktijk hebben. Ja, je kan niet knippen en plakken en kleien in de trein. Dat kan dus wel. Het kan. Dus, ja. En ik was benieuwd, hoe hebben jullie de toelating ervaren zelf op Hardcode? Ik heb zelf de vooropleiding gedaan. Dus ook omdat ik toen nog wel een beetje zoekende was hoe en wat. En de vooropleiding heeft voor mij echt wel bevestigd dat dit is wat ik wilde gaan doen. Juist omdat het inderdaad, zeiden net al, het is een beetje een mini art code. Dus je maakt kennis met al die verschillende dingen al. Beetje praktijk, beetje theorie. Je leert dan een beetje de soort mensen kennen die ook op de studie zitten. En dat, je weet een beetje wat je kan verwachten misschien van de opleiding ook. Ja, gelijk. Daarom. Niet alleen, ja, het werkt eigenlijk twee kanten op. Hun kijken of je erop past, maar je kijkt zelf ook of jij bij de opleiding iets is voor jou. Ja, van twee kanten eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. En voor jou, Floor? Ja, ik heb wel de gewone toelating gedaan. Ik moet zeggen, ik was aardig zenuwachtig. Dat ken ik wel. Ik deed dat in coronatijd, dus dat was anders dan dat die normaal gaat. Dus ik moest thuis mijn opdracht uitvoeren. En ik heb in een hele rare outfit op Stripe S allemaal foto's moeten maken. Maar dat, ik weet niet, het was zenuwachtig, maar het was ook wel heel erg leuk, omdat je gewoon een soort van helemaal even kan geven voor een opdracht. En dan kan je er niks meer aan doen. Maar als je gewoon jezelf bent en het gesprek wat je hebt, dat is ook helemaal niet waar je druk op moet leggen. Omdat gewoon super. Ja. Ik vond het een heel relaxed gesprek in ieder geval. Ja. Dus dat was heel fijn. Welk vak vind je het allerleukst? Als je iets moest kiezen, wat is nu zeg maar hetgene waar je het meeste plezier uit haalt voor jezelf. Mag praktijk zijn, mag ook een werkplek zijn, mag een theorievak zijn. Mag het studio's zijn? Mag het studio zijn, zeker. Ja, zeker. Het mooiste is dat de studio's, dat je gewoon combineert wat je in het eerste jaar, ja, je krijgt studio's in het tweede jaar. En dan kan je combineren wat je in het eerste jaar hebt geleerd. En dus eigenlijk steeds specifieker naartoe wat je wil gaan doen. Dus eigenlijk meer echt ontdekken wat je nou eigenlijk wilt. En juist omdat de afwisseling zit en wat je in de studio's doet, heeft het voor mij juist duidelijker gemaakt. Dat de ene studio ben ik vooral veel op de computer bezig geweest en de andere veel praktijk. Toch gemerkt dat ik graag gewoon in de praktijk wil werken. Ja. Voor jou? Ja, ik heb nog niet zoveel studio's gehad. Ik doe nu Homo Ludens, waarin ik mezelf eigenlijk heel erg uit mijn comfortzone zet. Wat ik wel heel interessant vind, ik kan gewoon heel veel maken. En ik vind de digitale werkplaats die we hebben, vind ik ook echt een hele fijne plek. Omdat er zijn daar eigenlijk meer mogelijkheden dan je ten eerste denkt. Het is niet alleen 3D-print en lasercutten. Je kan daar heel veel mee. En vind ik super leuk om mee aan de slag te gaan. Top. Nou, wil ik jullie bedanken voor de vragen en antwoorden. We gaan afronden naar het volgende stukje. Mocht je nog vragen hebben, kan je deze mailen naar fhkartcode@fontes.nl. En mocht je nog vragen hebben nu, dan gaan we die in de chat beantwoorden. En we hopen jullie te zien bij de open dag aankomende zondag. Dankjewel.